Show. Ik kan u vertellen, er is ook een stand. Ik weet niet of jullie al aan het begin even gekeken. Die kunt u straks bezoeken. Ze zullen ongetwijfeld bereid zijn om u daar informatie over te verstrekken. Het gaat twee keer plaatsvinden. Is dat twee keer dezelfde show of krijgen we twee verschillende shows? En gelukkig, wij kunnen u trakteren op twee verschillende shows. Jouw naam is als ik aangemaakt? Chantal. En Chantal gaat u vertellen waar wij naar gaan kijken. Mag ik het podium voor de Marokkaanse fashion show, de kledingshow? Veel plezier. Goedemiddag allemaal. Ik wil u als eerste even een aantal dingen vertellen. De jurken zijn afkomstig van Shea Fatima. Deze kleding is gemaakt voor de Marokkaanse vrouw. Kleding heeft in Marokko een krachtige familiaire en sociale rol. En de traditionele kleding is in Marokko nog steeds springlevend. Deze kleding wordt voornamelijk gedragen tijdens bruiloften, geboortefeesten of andere evenementen. Verder zie je ze op straat ook nog wel eens gedragen, maar dan zijn ze ontwikkeld in moderne stoffen en gaan we toch mee met de moderne trends van tegenwoordig. Verder hebben we verschillende soorten jurken. We hebben bijvoorbeeld het jalaba, dat is een lang los gewaad van lokale of geïmporteerde stof, met wijde mouwen en vaak met een capuchon. De kleuren en textuur hangt af van het seizoen en de persoonlijke smaak. Mannen dragen de jalaba met een capuchon en soms af en toe ook met een cape. Verder hebben we ook een jabador, dat is een broek met een jasje. En deze wordt door vrouwen en mannen gedragen. Mannen dragen vaak witte en vrouwen vaak met meer kleuren. Veel oude traditionele kledingstukken worden echter alleen nog verkocht door verzamelaars, toeristen op markten.
bij achteraf.